mooie mensen, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van het versterken van je helende gaven of je helende krachten. Dit heeft alles te maken met de volle maan die deze week aanwezig is, want de transformerende energie van de volle maan versterkt namelijk jouw helende gaven. Hierbij gaat het zowel om de helende gaven in jezelf, dus je zelfherstellend vermogen bedoel ik daarmee, dus het vermogen van je eigen energiesysteem om zichzelf te herstellen, om jouw lichaam verder te helpen, om emotionele stukken te helen. Maar het gaat ook over de energie waarmee je healingen kunt geven. Dus de energie waarmee je reiki geeft of je eigen vermogen om reiki energie beter door te geven. Maar ook magnetiseren, access bars, bioresonantie, eigenlijk elke vorm van werken met helende energie wordt versterkt. En dat maakt dit natuurlijk een hele leuke week om daarmee te spelen, mee te oefenen. Al is het maar in de kleine momentjes, als je daar tijd en energie voor hebt natuurlijk. En dat brengt me ook gelijk bij de valkuil die deze week omhoog komt. En dat is dat je te veel energie van jezelf weggeeft. Als je nog de neiging hebt om jezelf heel erg te investeren, om iemand te helpen, om de situatie beter te maken, dan wordt die valkuil deze week wel uitvergroot of duidelijker eigenlijk dat je dat aan het doen bent, omdat jouw helende energie meer stroomt. En als jij in plaats van energie van het universum meegeeft, je eigen energie meegeeft, dan ga je dat wel merken in vermoeidheid en ook in je handen ga je dat voelen. Want wat deze energie van de volle maan doet en de energie die om ons heen aanwezig is doet, is dat het die handchakra's hier in de handen activeert en versterkt. Dus dit zijn ook hele gevoelige punten lichamelijk waar we mee te maken hebben. Het is dus een leuke week en het is ook juist weer daar verbonden met die visie waar we het vorige week over gehad hebben. Dat thema van vorige week, je eigen visie ontwikkelen of eigenlijk optimaliseren. Daar sluit dit ook bij aan, want hoe meer jij jezelf vrijheid geeft, mentale vrijheid geeft, hoe meer jij ontspant en hoe meer je energie kan gaan stromen. Dus zo zitten die twee met elkaar verbonden. Eigenlijk was vorige week voorwerk om ruimte te scheppen voor de energie die nu aanwezig is. Qua steen die hier goed bij past, zou ik gaan voor de bergkristal. En kies natuurlijk altijd de steen die voor jou het fijnste aanvoelt. Want bergkristal een hele fijne steen is die elke vorm van positieve energie versterkt. En het geldt dus ook voor helende energie. En het is daardoor een hele fijne steen, omdat hij je net even dat extra zetje geeft om je handchakra's bijvoorbeeld wat verder te openen. Of juist jezelf meer op te laden. Hij werkt gewoon precies waar het nodig is. Dat is zo fijn aan bergkristal. En de geur die hierbij fijn is, is rozemarijn. Want rozemarijn een beschermende geur is. En die kan daardoor gewoon in de diffuser net even wat meer balans creëren. En blauw, het is een subtiele geur, want je wil niet van overprikkeld raken. Maar die creëert even die bescherming. En net even die aarding zit er ook in. En helpt ook dingen af te voeren. Dus dat zouden mijn suggesties zijn. En dat gezegd hebbende, ga ik hem hier afronden. En wens ik je een waanzinnige, mooie dag toe.